2019 was het jaar van grote demonstraties. Ook het zorgpersoneel staakte tegen de hoge werkdruk, het gebrek aan waardering en de lage lonen. Wij reisden het land door om hen te steunen. In 2020 was er geen ruimte meer voor stakingen. Het coronavirus trok door het land en ons zorgpersoneel stond aan de frontlinie. Er wordt nog steeds dag en nacht gewerkt om levens te redden. Dit jaar heeft meer dan ooit laten zien dat onze artsen, verpleegkundigen en verzorgenden meer ruimte, waardering en vertrouwen nodig hebben. Wij willen dat onze vakmensen zo dicht mogelijk bij patiënten kunnen staan. We willen het marktdenken gaan beteugelen. We zorgen er in dit programma voor dat het gaat lonen om gezonde keuzes te maken. Dat ieder kind kan sporten en talenten kan ontdekken. We brengen solidariteit terug tussen rijk en arm, ziek en gezond. Zo wordt goede zorg betaalbaar en beschikbaar voor iedereen.